Franz Schubert schreef zijn derde symfonie in 1815, het meest productieve jaar van zijn leven. Hij schreef 4 opera's, 2 symfonieën, 144 liederen, 2 missen, een strijkkwartet en 2 pianosonates. Dramaturg en librettist Karel Alphenaar vertelt hoe Schubert op 18-jarige leeftijd vooral voor vrienden componeerde. En ook zijn derde symfonie eerst in klein gezelschap ten gehore bracht. Maar nu eerst in deze aflevering van Orkest TV, hoboïst Toon Derville over de pianoconcerten van Mozart. We spelen volgend seizoen een aantal pianoconcerten van Mozart. En ik vind het altijd heel leuk om die te spelen, omdat de blazers daar altijd een hele mooie, kleine, maar fijne rol in hebben. De hobo-partijen bij Mozart zijn vaak commentaartjes of een antwoordje op wat er in de piano gebeurt. De 2 maatjes er even tussendoor van, ach gut, is dat wel zo? Of juist bevestigend naar wat de piano net gespeeld heeft. Het mooie van de pianoconcerten van Mozart is dat de piano vaak zo'n ongelooflijke, onschuldige partij heeft. Onwaarschijnlijke kinderlijke eenvoud. De melodieën liggen heel goed in het gehoor. Het is geen ingewikkelde muziek. Het kan zo recht naar je hart. Hoe lang geleden ze ook geschreven zijn, het blijft altijd een feest om het te horen en om het te spelen. Nou, we gaan naar Wenen. 1815, dat was een belangrijk jaar. Napoleon was net weggejaagd. Alle Europese hoofden waren naar Wenen gekomen om met elkaar af te spreken hoe het verder moest met Europa. Er werd ook heel veel muziek gemaakt, want die mensen die wilden ook geëntertaind worden. Operaatjes, kermissen en zo. En in dat gevoel, daar liep dan zo af en toe een 18-jarige jongen rond met een klein brilletje op. Dat was Franz Schubert. Die was een tijdje aan het componeren en iedereen vond dat hij dat erg leuk deed. Niemand wist hoe goed hij eigenlijk was nog. Maar hij was altijd omringd met een stelletje dichters en dichteressen, danseressen, schilders. Daar trok hij mee op. Hij is nooit getrouwd, heeft nooit kinderen gehad. Altijd was hij met vrienden in de weer om leuke avondjes te maken. Geen dure georganiseerde concerten, maar vriendenavonden waar mensen voor elkaar componeerden. En op deze manier is ook deze symfonie is ook niet in een grote concertzaal in première gegaan, maar in een klein clubje, 2 eerste violen, 2 tweede en zo heel klein. En daar konden toch al die prachtige delen, dat begin, dat menuet, dat leuke langzame deel dat zo elegant is. En dat stoere laatste deel dat zo snel gaat als een mug in de zomer. Het is werkelijk een geniaal werk van een 18-jarige. De derde symfonie van Franz Schubert en het pianoconcert nummer 24 van Wolfgang Amadeus Mozart. Door het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Gordan Nikolic met Steven Osborne als solist. Op 12 april in de Philharmonie in Haarlem en op 13 en 14 april in het Concertgebouw. Kijkt u voor meer informatie op orkest.nl.